We gaan naar de laatste toe van de eerste ronde. Onze zingende badmeester. Daar ben jij, Piet. Als je daar staan erg, hè? De zingende badmeester. Alsjeblieft, microfoon. Nou weet iedereen dat je badmeester bent, is gebruik. Dat zei je ook weer, het was een natuurzwembad. Ja, niet te verwarren met natuuristen dan. Of was het een natuurzwembad? Ja, was het nou? Nee, natuurzwembad. Een natuurzwembad. Maar dan weten de meeste mensen het wel te vinden, denk ik. Hilgersberg. Hilgersberg nog? Ja, oké. Okay. Piet, wat ga je doen? Twee liedjes van Elvis, nu en straks. En ja. Een liedje van Frank Boeien. Geweldig. Als er zover is, gaan we starten. Goedemorgen. The Devil in Disguise. You look like an angel. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got a wife. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Als ik jou zie, s'avonds bij je bar.
Hey Pete. Compliment in die band, die laatste. Echt. Dat meen ik echt. Compliment. Ah, toch? Als het niks leuk is. Nee, je hebt gekregen van een goede maat. Ja, Albert Heijn. Ik lag in de voordeel bakken. Er zal een sticker op. Rest. Korting. Hebben jullie ja, trouwens ook helemaal niks zeggen, Trudy? Je zal ook niks zeggen, ik ben potverdomme gewoon 20 kilo afgevallen. Nou, dat is je wel te zien. Ja, dat mag wel eens niet zeggen. Ja. Peter, ik, de eerste nummer ja, stond als huis. En ik ben echt verbaasd over je tweede nummer. Dat doe jij net zo makkelijk. Alsof het al jaren doet, maar ik heb het nog nooit eerder van jou gehoord. Ik dacht eigenlijk dat jij het wel eens had gehoord van mij. Nee, ik heb je wel eens in Engels gehoord, maar dit nu al nee. Van jou gehoord. Maar, dat dacht ik eigenlijk wel. Frank Boeien kan wel thuis blijven. Ha, nou, dat is nou ja, ik... Bedankt je wel. Heb je nog een paar viriumkoelsen op leuk? Nee, ik vind het dat je het heel goed gedaan hebt. Dank je wel. Die kippen waren op, ja. Nou Peter, je hebt inderdaad heel wat baantjes getrokken van de week. Mij hoef je niet meer te redden, want ik heb het diploma zelf. Oh, okay. Bij het eerste nummer dacht ik, nou je kan zo die auto winnen. Ja, dat was maar waar hè. Nou hè, dat is hartstikke goed. Nee, ik vind het heel verband van je dat je twee zulke verschillende nummers op een hele goede wijze met een hele goede uitstraling kan brengen. Ik heb genoten. Dank je wel. Ja, Pete, dit nummer had ik ook nog niet gehoord. Dat laatste had ik ook nog niet gehoord. Maar Pete is heel veelzijdig. We hebben een keer een talentjacht georganiseerd in Turkije. En in samenwerking met wat andere mensen ook. En dat was zo hartstikke leuk ook. Maar ik vond ook de laatste band... heel erg goed. En het is zeker een nummer dat heel goed bij je past. Absoluut. Dus wat dat betreft, geen baantjes hebben, maar gewoon die microfoon lekker. Dankjewel, Wim. Ja, ik vond het heel erg goed. Ik vond de performance ook heel erg goed. Ik vond je bewoog erbij. Je liet ook zien wat je deed. Je liet de mensen goed voelen. Waar het eigenlijk over ging, het nummer. Je rokte aan alle kanten. Ik vond het echt geweldig. Dank je wel. Je maakt hem een verleden. En de kippen zijn ontbijt. We gaan even naar de pauze, daarna gaan we even kijken wat er.